Gisteren heeft de deelraad Kleve tegen een Nationaal Park Rijkswald gestemd. De status Nationaal Park zou betekenen dat er geen windturbines in het bos geplaatst mogen worden, langs de grens met Nederland. Vorige week hebben de gemeenten Bergendal, Gennep en Mokum-Middelaar samen een brief geschreven aan de raad in Kleve, met daarin een oproep om het Rijkswald te nomineren voor een Nationaal Park. Nu lijkt dit van de baan, maar burgerinitiatief Tegenwind geeft de hoop nog niet op. De uitslag: 26 stemmen voor een Nationaal Park, 33 tegen en 2 onthoudingen. Dit betekent dat de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zich niet kandidaat stelt om het Rijkswald te nomineren voor een Nationaal Park. Alleen als het Rijkswald een Nationaal Park wordt, kan de komst van deze windturbines gestopt worden. En de gemeenten in Nederland willen dat maar al te graag. De Nederlandse natuurgebieden Mokerhei, Jansberg en het Groesbeekse Bos kunnen dan bij dit park worden aangesloten. John Tampoubelon, voorzitter van het burgerinitiatief Tegenwind, laat het volgende weten. Als het aan de politiek ligt, wordt het Rijkswald geen nationaal park. Mijn persoonlijke mening, dat de hebzucht, de kortzichtigheid en het gebrek aan het lef het heeft gewonnen van de politieke verantwoordelijkheid, van het algemeen belang en de maatschappelijke wens om het bos en de regio ecologisch en economisch te laten groeien en bloeien. Voorstanders argumenteren dat een nationaal park het toerisme zou stimuleren en bijdraagt aan natuurbehoud, biodiversiteit en het aanpakken van de klimaatcrisis. Volgens de tegenstanders zou een nationaal park te veel dingen beperken, zoals de drinkwaterproductie of dat hondenbezitters en ruiters het bos zonder beperkingen zouden blijven gebruiken. We beraden ons nog op de precieze vervolgstappen. We gaan ons sowieso melden bij de bestuursniveaus die boven de Krijgsdag zitten. Verder zullen we juridisch advies inwinnen en de krachten, ook aan de Nederlandse zijde, mobiliseren. En uiteraard ondersteunen we actief de handtekeningenactie van Initiative International Park Rijkswald. De uitslag betekent niet gelijk dat het Rijkswald geen nationaal park wordt. Burgers starten een petitie om zoveel mogelijk handtekeningen in te zamelen. Op die manier kunnen ze de beslissing terugfluiten. Er moeten eerst meer dan 10.000 handtekeningen worden verzameld. Wanneer die er zijn, kan er bij de Krijs een burgerenscheid worden afgedwongen. Dat is een soort referendum. De Krijs is dan wettelijk verplicht deze te organiseren. Alleen de handtekeningen van ingezetenen van Krijs Kleve zijn geldig. Nederlandse handtekeningen tellen helaas niet mee. Nederlandse hulp kunnen we natuurlijk wel gebruiken.